Welkom allemaal bij les 2, de serieschakeling. In de vorige les hebben we het heel algemeen gehouden en hebben we gekeken naar de verschillende schakelingen die er zijn. Vandaag gaan we dieper in op de stof met betrekking tot de serieschakeling. Nou, in eerste instantie is het belangrijk dat je situaties weet te herkennen. Nu gaan we kijken naar hoe je een serieschakeling herkent. Een weerstand, weerstand R1 heeft twee uiteindes. Weerstand R2 heeft ook twee uiteindes. In een serie schakeling maakt de een uiteinde van de weerstand contact met de andere uiteinde van de weerstand. Dat komt er dan zo uit te zien. En vervolgens sluiten we deze weerstanden zoals gewoonlijk aan op een batterij. En zo hebben we onze serie schakeling zoals je hem in les 1 ook hebt gezien. Nu gaan we kijken naar een vraagstuk. We hebben een batterij die 4,5 volt spanning levert. Onze weerstand R1 is 150 ohm. Wat je direct zal opvallen is dat ik het woord weerstand heb vervangen voor R van weerstand. En de eenheid ohm druk ik natuurlijk direct uit in het symbool van ohm. Dus zodoende werk je het zo uit. Vraagstuk 1, vraag a. Bereken de vangstweerstand van de schakeling. We hebben geleerd dat in een serie schakeling de vangstweerstand de som is van alle weerstanden in de schakeling. Dus in dit geval Rv zal zijn R1 plus R2. Dus 150 plus 300 resulteert in 450 ohm. Vraag B. Bereken de stroom door de weerstanden. We weten dat in een serieschakeling de stroom overal gelijk is. We kijken naar de wet van Ohm. We willen de I weten van stroomsector. Dus we zetten onze vinger op de I. Vervolgens kijken we van bovenaf, hebben we u, komen deelstreep tegen, dus i is u gedeeld door r. En omdat we u al hebben, want u is 4,5 volt, kunnen we die delen door de vervangingsweerstand. Het is belangrijk dat je hem deelt door de vervangingsweerstand en niet alleen door één weerstand en de, of de andere. Dus onze i is 0,01 amper, maar kunnen we dit dan niet nog netter uitschrijven? Dat kan, kijk mee. 0,01 ampère kunnen we ook opschrijven als 10 mA. dus een factor 1000. En hoe doe je dat dan op je rekenmachine zal je je afvragen, nou dat ga ik direct laten zien. 0,01 ampère is nog steeds gelijk aan 10 mA. zie het als 0,01 meter die je opschrijft als 10 millimeter. Zijn dezelfde waarden, echter die je in je rekenmachine, ja de notatie goed uit te voeren. Voor een Casio FX82MX gaat het als volgt, je vult de 10 zelf in, vervolgens druk je op het knopje EXP en vervolgens doe je min 3. En bij deze rekenmachines gaat het als volgt, de 10 vul je nog steeds zelf in, druk je op het knopje X10 tot de macht X en dan min 3 vul je vervolgens weer zelf in. Controleer nu direct of het... Bij jou ook werkt, dus wanneer je dit invult moet je 0,01 ampère zien. En hiermee gaan we ook verder. Vraagstuk 2, je ziet dat ik de gegevens van vraagstuk 1 hierin heb ingevuld. En nu leidt de vraag als volgt. Je ziet daarnaast ook dat de stroom van plus naar min loopt. Dus de lange pol is de pluspol en de korte pol is de minpol. Je kan ook een cirkel tekenen met de plus en minder in. Ze stellen beide hetzelfde voor. Oké, okay, bereken de spanning over de weerstand R1 en R2. De spanning in een serieschakeling is verschillend. We stellen het ons ook daarom voor als een voltmeter. Met een voltmeter willen we graag de spanning over weerstand R1 weten. En met een andere voltmeter willen we graag weten wat de spanning is over weerstand R2. UR1 is I. Maal R1, omdat I overal gelijk is, noteren we het niet als stroom I1 of I2, want hij is toch overal gelijk, gewoon stroom I. Dus UR1 is I maal R1. 10 mA hebben we uitgerekend in het vorige vraagstuk. Dat doen we dan maal 150 ohm, dat resulteert in 1,5 volt. Dus over weerstand R1 hebben we een spanning van 1,5 volt. Bij weerstand R2 gaat het precies hetzelfde. UR2 is I, de stroom is overal gelijk, maal R2. Dus 10 mA keer 300 Ohm is 3 volt. En nu ga ik het jullie laten zien hoe het werkt met spanningsdeling. Dus waarbij je eigenlijk geen stromen nodig hebt. Nou, dat werkt dus als volgt: om UR1 uit te rekenen, neem je de totale voedingsspanning. Dus 4 volt, 4,5 volt. En dat doe je dan maal de weerstand waarover je de spanning wilt weten. Dus in dit geval wil ik de spanning over R1 weten. Dan doe ik dus 4,5 volt maal die 150 ohm en vervolgens deel ik hem door alle weerstanden in de schakeling. En wat hebben we nog meer in de schakeling? 150 en 300. Dus je deelt hem 1 door zijn eigen waarde plus alle andere weerstandswaarden en dat resulteert in 1,5 ohm. En zoals je hier hebt gezien Kom ik op dezelfde waardes uit. Terwijl je hier met stromen moest gaan werken. En hier maak je gewoon gebruik van spanningsdeling. Oké, okay, maar hoe zit het dan bij R2? Nou, precies hetzelfde. Echter, omdat je nu de spanning over de weerstand R2 wilt weten. Doe je de totale bronspanning, of voedingsspanning, hoe je het net wilt noemen. Doe je maal de weerstand R2, want je wilt de spanning daarover weten. Vervolgens deel je hem door zijn eigen waarde plus de overige waardes, oftewel je wil de spanning over R2 weten, dus die komt boven en je deelt hem door alle weerstanden. En dat resulteert, zoals hierboven, ook in 3 volt. Bekijk deze methode goed, probeer hem te begrijpen, test hem een paar keer en wie weet kan je het goed gebruiken. We kijken naar vraagstuk 3. Drie weerstanden zijn in serie geschakeld. R1 is 8 ohm, R2 is 14 ohm, R3 is 4 ohm. De deelspanning U2 over R2 is 7 volt. Teken het schema inclusief U totaal en breken I, U1, U3 en U totaal. Oké, okay, laten we hem tekenen. We hebben dus een bronspanning met 3 in serie geschakelde weerstanden: weerstand R1 van 8 ohm, weerstand R2 van 14 ohm en weerstand R3 van 4 ohm. Verder weten we dat de stroom in een serieschakeling overal gelijk is, de spanning over R2 7 volt is en nu moet een lichtje branden. Want je weet nu dat we weer de wet van Ohm kunnen toepassen omdat we een spanning en een weerstandswaarde hebben. UR2 gedeeld door R2 levert I op en I in serieschakeling is overal gelijk. Dus hiermee komen we op een Stroom uit van 0,5 ampère. En wat je volgens dient te weten, is dat je door middel van deze stroom en de overige weerstandswaarden de spanning over de andere weerstanden kan uitrekenen. Ik maak nog steeds gebruik van de wet van Ohm, namelijk U is I maal R. De stroom is overal gelijk en ik wil nu de spanning over R1 weten. Dus dan doe ik 0,5 ampère keer de 8 Ohm. Dat resulteert in 4 volt over weerstand R1. Hetzelfde doe ik bij R3, wat resulteert in 2 volt over weerstand R3. Oké, okay, de volgende som. De totale spanning is de som van alle spanningen opgeteld. Dus nu gaan we U totaal uitrekenen, en dat is heel simpel. Namelijk U1 plus U2 plus U3, dat resulteert dan in 13 volt. En die noteren we dan ook onderaan onze schakeling bij de batterij. Dit was de les over serieschakelingen. Vond je het leerzaam interessant? Vergeet dan niet een like achter te laten, te abonneren en tot in de volgende les, die gaat over parallelschakelingen.